Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Het is vandaag bewolkt in Nederland en er trekken toch behoorlijke buien over het land. Lokaal viel zelfs flink wat neerslag, met name in de provincie Zeeland en lokaal in Brabant. En daar kwam tot neerslag sommen van lokaal, zelfs van meer dan 25 mm. Dat hebben we allemaal te danken aan een koufront dat over het land heen trekt. Dan moet ik hem natuurlijk wel goed tekenen, want hij trekt natuurlijk naar het oosten. En dat koufront dat zorgt dus voor een aantal toch behoorlijke buien. Vandaag staat er dus heel eventjes een wat zachtere lucht. Aan de temperaturen hebben we dat niet gemerkt, want het werd niet heel warmer dan 19 of 20 graden. In Duitsland, waar bijvoorbeeld de opklaringen waren, en dat is dus in dit gebied, daar is de temperatuur wel opgelopen tot zo'n 27 of 28 graden. Het is er ook nog eens heel vochtig. Dus later vanmiddag gaan er dan ook nog een aantal stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Het koufront trekt dus steeds verder naar het oosten. En de koele lucht die achter het koufront zit, zal het met name het komend weekend toch steeds meer het terrein gaan winnen in Europa. En uiteindelijk zal het zelfs maandag uiteindelijk in Zuidoost-Europa op sommige plaatsen zelfs te koud voor de tijd van het jaar gaan worden. Als ik naar de modelanimatie ga, de verwachting voor de komende dagen, dan is goed te zien dat het front dus steeds verder naar het oosten opschuift. En dat de koelere lucht achter het front dus steeds meer terrein begint te winnen. Morgen, dan wordt alle, morgen wordt de warme lucht uit Duitsland verdreven. Daarna volgt zaterdag in de loop van de dag en, en de nacht naar zondag Oost-Europa. En uiteindelijk zal de koele lucht ook maandag in Zuidoost-Europa gaan aankomen. In die koele lucht zitten wel veel buien, met name bij ons in de Benelux. De Noordzee is erg warm, waardoor dus er veel energie beschikbaar is voor buien. Door de koude bovenlucht ontstaan er dus hele grote temperatuurverschillen met het zeewater en dan kunnen er makkelijk buien ontstaan en de zwaarste exemplaren kunnen misschien gepaard gaan met een klap onweer. Die buien zien we eigenlijk langs de hele west-europese kust, met name ook in noordwest-Frankrijk, maar ook in Engeland en met name in Schotland toch behoorlijk wat buitjes. Wat verder naar het Alpengebied en met name in noord-Italië, daar gaan buien toch behoorlijk stevig uitpakken. En ik sluit niet uit dat in het noordoosten van Italië toch opnieuw Zulke zware onweersbuien gaan ontstaan dat er een kans is op forse hagelstenen, zware windstoot en ook heel veel neerslag in korte tijd. Eerst even terug bij ons. Vanavond gaan we naar het westen, ja, de opklaringen gaan steeds meer terrein winnen. De regen trekt uiteindelijk naar Duitsland weg, maar in het noordwesten van het land kunnen dan opnieuw een aantal buien gaan vallen. Met later op de avond ook kans op een klap onweer. Daarbij trekt de wind aan zee aan. Op bovenland is de wind west en matig, Boven zee wordt die snel krachtig, windkracht 6. En dat blijft vanavond eigenlijk zo. Bovenland is het vrij rustig, zijn er brede opklaringen, maar er staat te veel wind om mist te kunnen laten ontstaan. Langs de kust meer wolkenvelden en met name in het noordwesten, dus die buien, mogelijk met een klap onweer. De minima onder de bewolking en kort bij zee 14 of 15 graden, in het binnenland koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen dan verspreidt die buien, eerst aan de kust, later overdag ook in het binnenland. Lokaal kan een klap onweer voorkomen. En de meest felle buien die zullen dus aan zee zitten. De buien in het binnenland zijn minder talrijk. En overal in het land tussen de buien door schijnt de zon toch flink. Maar kijk naar de temperaturen: laag voor de tijd van het jaar. Normaal voor deze tijd van het jaar is 21 tot 23 graden. Maar met 18 tot 20 graden houdt het niet heel veel over. Stevige wind: windkracht 4 boven land. En krachtige aan zee, windkracht 6. Zondag hebben we ook nog met buien te maken, dan trekken de buien geleidelijk en steeds meer naar Duitsland weg. De temperatuur loopt een klein tikkeltje op, 18 tot 21 graden lokaal. De wind neemt iets in kracht af en is dan nog vrij krachtig aan zee, bovenland, matig, windkracht 3. Na het weekend is het wat vaker droog, komt warme lucht in de buurt en misschien dat het dinsdag zelfs op sommige plaatsen zomers warm gaat worden. De grens met koele lucht ligt recht boven ons land. Dat is ook te zien in de temperaturen. Dus het is eventjes afwachten waar die grens tussen warme en koele lucht komt te liggen. Dat zien we ook gewoon goed in de verwachting. De spreiding is op dinsdag, woensdag en ook in de dagen daarna eigenlijk nog heel groot. Zomerse warmte komt in beeld. Maar voor sommige regio's in Nederland zal het een net niet verhaal worden. Maar dat betekent dus dat er ook nog steeds een aantal buien kunnen vallen als die grens dichtbij ligt. En dat zal misschien vooral op woensdag een aantal onmisbuien op kunnen leveren. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl